PlayStation of. Ja, is het zo? Ja, ja, ja. Geweldig, joh. Mijn liefste beest wat er is. Ja? Mooiste ook trouwens. Alle respect voor de andere beesten, maar een giraf. Al vanaf kind af aan. Maar is het een beetje omdat je identificeert? Nou, is het, nou een lange slungel. Ik vertoon enige, qua lichaamsbouw enige overeenkomsten met ja. Het. Laat me je ogen eens zien. Oh ja, bruin mooi. Ogen. Ja, mooi. Ja, bruin mooi. Ogen. Ja, mooi, ja. Ja, giraf, bruine ogen. Ja, ja. Ja, en ik vind, die beesten hebben, ze hebben natuurlijk die bizarre, met die gigantische nekken. Ja. Ze zijn iets super vriendelijks, hè, als je in de ogen kijkt. Ja, ze zijn heel lief. Ze zijn onwijs lief. En als ze hollen, hebben ze ook iets over zich van, dat ze zich, ja, ze hebben iets ja, weet je. En ook in hun blik, ook in hun manier van hollen, iets, een mengeling van onzekerheid en hulpeloosheid. Wat ik buitengewoon verteterend vind. Ja. Ik vind zulke lieve dieren, weet je wel, echt. Ik heb allemaal dingen thuis van giraffen, glazen van giraffen. Echt waar? Ja, een beeldje van giraffen, ja. Oh, ja? Oh, ja, 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 ja. Nee, ik bedoel echt, weet je wel, wat je ook kan zeggen, je hebt een zeer positieve uitstraling, giraffen, hè? Absoluut, ja, 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 ja. En planteters, hè? Ja, dus er zit niemand in de weg, geen beest in de weg. Nee, nee, nee. Vegetarisch, weet je wel. Avola letteren, hè? Ja, nee. En jouw lievelingsdier? Mijn lievelingsdier is een luipaard. Luipaard? Ja, luipaard. Vertel. Ik vind een luipaard vind ik zo prachtig. Ten eerste al hoe die in een boom ligt. En dan ligt hij daar met zijn poten eromheen. Alleen die staart die zie je dan naar beneden gaan zo. Ja. Ja. En dan heel soepel komt hij uit die boom. En dan gaat hij op jacht. En dat doet hij heel bekeken, heel voorzichtig. Heel... Ja. Nou, prachtig beest. Prachtig dier werkelijk. Schitterend. Ja. Nee, heb je echt glazen met de giraffen erop? Ja, ja, glazen. Van die, weet je, van die longdrinkglazen met giraffen erop, ja. En toen wij trouwden hadden we giraffenbier. Was het Deens bier met giraffen erop. Ja, joh, ja. Nou, dan heb jij in een vorig leven misschien wel eens iets met een giraf. Nou, ik zou je onmiddellijk vertekenen. Ja? Ik zou hem niet vertekenen. Kijk. Daar zie je een giraf, die staat een beetje met de benen wijd, omdat hij drinkt. Oh ja, inderdaad. En dan is hij het meest kwetsbaar, daar links. Oh, dan is hij het meest kwetsbaar, want het duurt even voordat hij zijn poten weer bij elkaar heeft. Ja, oh, ja. Maar ze kunnen nog dieper. Ja. Toch is het jammer dat we op school zo weinig over de natuur hebben geleerd eigenlijk. Ja, in feite wel, ja. Ja, en als je dat vergelijkt met al die wiskunde die je moet verteren. Waar je niks aan hebt. Waar je absoluut niks aan hebt. Nu hebben we niks aan hebt. Nee, heb je niks aan. Ah, je krijgt de boodschap uitrekenen ook. Ah, weet je, maar nee, we hebben een beetje analytisch denken. Analytisch denken, ja. Zegt men. En vroeger kon je nog bladeren gaan zoeken. Eikenbladen, beukenbladen. Ja. Maar het is een herbarium, weet je wel. Ja. Herbarium is het droger. Ja, hij op zaterdag had je les, had je biologie. Ja. Een leuk vak, hè, weet je wel. Ja. Mocht je niet keten, wat zie je. Heb je een schooltuintje gehad? Ja, ik ook nog. Ja, ik heb ook nog gehad. En dan een paardje stappen, weet je wel. En dan van die kleine zaadjes, joh. Die wou er één voor één in doen, weet je wel. Ja, ja, ja. En dan je vader en moeder zeggen, ze gaat met mensen ook. Ja. Maar dat was nog leuker. Seksuele voorlichting via het volkstuin. Ja, schooltijd. Dat was echt zo? Ja, zeker. Oh. Ja. Dat was nog voor het stadium van de bijtjes en de bloemetjes. Nou, ongeveer hetzelfde, denk ik. Maar verder kwamen ze niet? Het werd niet gewoon uitgelegd? Mijn ouders wel. Ja. Ik geloof dat die wat verlicht waren. Die vertelde gewoon hoe het maar zat. Ja, je moet je niet vergeten. We praten wel van mijn jeugd. Dat is nog alweer een halve eeuw geleden. Ja. Dat is wat. En er is natuurlijk wel heel veel veranderd. Heb jij seksuele voorlichting vind gedaan? Ik, hoor. Op school was op een gegeven moment wel in het kader van maatschappij leren. Ook zo'n fijn vaak, weet je wel. Dat was het enige concrete wat er aan was hoe het met de voorplanting ging. Maar dat het ook leuk was, weet je niet mee verteld. Dat moet je zelf uitvinden. Ja. Maar die schade van ruis was ingehaald. Ja. Ik ben 44, maar voel me 14. En ik hoop nog heel erg lang vast te houden. Je voelt je 14. Ja. Dat is een prettig gevoel. Ja, wat ik er plezier aan vind is dat ik heb mijn onbevangenheid nog intact. En mijn kinderlijke spontaniteit is nog intact. Weet je, en ik kan me nog echt oprecht verbazen over dingen. En ik word niet geleid door belangen. Of door carrièreoverwegingen. Of door dit is goed voor mij om te doen. Of dat is niet goed voor mij om te doen. Ik kijk naar één ding, vind ik het leuk. En vind ik het leuk, doe ik het. Vind ik het niet leuk, kies om de boom in en het zit me geen.
helemaal niets, weet je wel. Was je een beetje populair op de middelbare school? Op de HBS ging het eigenlijk fout bij mij, weet je wel. Ik wou niet deugen. Ik had het record uit de klas gestuurd worden per dag. Er was een woensdag bij, had je 5 lesuren. Ik heb 3 keer uitgestuurd, 3 lessen. Er was zelfs een leraar bij, meneer Paulstra, die gaf economie 2 boekhouden. En ik werd nooit voor, ik kwam binnen, als ik wilde binnenkomen. Bij Paulstra stond in de deuropening op de HBS. Hij zegt, Chabot, ga gelijk maar eruit. Ik zeg, maar meneer Paulstra moet nog binnenkomen. Hij zegt, jongen, we laten nou elkaar niet in het vaarwater zitten. Ga je gelijk maar bij de conrector met een paar homo melden. Zeg maar dat je eruit zou zitten. Ik zeg, maar meneer Paulstra, we zijn nog niet eens begonnen met de klas, met de les. Hij zegt, nee, maar ik weet hoe het gaat aflopen. Ik moet toch een paar minuten eruit gooien. Ga maar gelijk. Scheelt een hoop onrust. Move. Eruit met die handel, weet je wel. Dus het ging fout. Ik moest van de HBS af. Fijn. Ik was niet meer te handhaven. En ik moest dus naar de Mudo. Alsnog, hè, die Cornelissen. Dat had ik nog gelijk ook. Ik moest naar de Mudo A. En was in een mindere buurt in Den Haag, om het zo maar eens te zeggen, weet je wel. Voor mij uitstekend, weet je wel. Heel erg goed. Ik heb heel veel geleerd. Juist daar heel veel geleerd. En ik kreeg voor het eerst Duits. En werd gegeven door meneer Hogenhelst. En meneer Hogenhelst was zwaar fout. En ik zal nooit vergeten, op een dag moest ik naar voren komen. En ik moest toen wij, Mulo, klassikaal onderwijs, stampen. Dus ik moest reizen leren. Dat, pam. Okay. Dus op een gegeven moment, ja, ik sta voor die klas. Hij zegt, heb jij een rijtje gelegd? Ik zeg, ja meneer, ik heb een rijtje gelegd. Dan gaan we het doen. En hij geeft zo met zijn trouwring zo, geeft hij aan zo. En dat ging dan in dit tempo. Ik begon eens in het rijtje. Hij zegt, wat blij. Ik zeg, meneer Hogenhelst, kijk, zo kan het niemand. Zo kan u het zelfs niet eens. En die kinderen lagen in een deuk, weet je. Want opeens werd, achteraf natuurlijk, dat gezag van die man in één keer onderuit gehaald. Dat leverde mij natuurlijk de eeuwige graad van Hogenhelst op. Dus ik kreeg altijd een 0 of een 1 vanwege de moeite dat ik mijn naam goed geschreven had op papier, weet je wel. En op een gegeven moment was ik nooit vergeten. In de vorige groep, je moest dus elke dag, kreeg je huiswerk op, 5 regels in het Duits vertalen, 5 regels in het Nederlands vertalen uit het Duits. Ik moest op een gegeven moment regels in het Duits op het schoolbord opschrijven, die al voor huiswerk al gehad, weet je wel. Ik loop naar voren toe en zeg, Chabot, toch niks wezen, maar schrijf maar op. En hij gaat achter in de klas staan en hij wil een doodse stilte. Ik schrijf die regels op. En ik ga zitten en hij schrijft naar voren en hij ging naast de regels staan en hij zoekt met zijn trouwring op het bord zo naast dat thema dat ik opgeschreven had. En hij zei, kijk jongens en meisjes, dit nu is het handschrift van een psychopaat. Je kan er nog kwaad om worden. Weet je wel? Het is gemeen, hè? Paardenlul. Ben dan paardenlul, ben dan geen paardenlul. Hè? Nou, dan ben je een hele grote zakkenwas, hoor je mijn ogen. Wat je doet, is natuurlijk dat je een kind kapot maakt. En dat is natuurlijk ook feitelijk gebeurd, weet je wel. Ja? Ja. Ja, kijk, ga dan maar eens in jezelf geloven. Weet je, als je klassica aan het kruis wordt genageld, in feite, weet je wel. Dan moet je van, ja, ik was natuurlijk, ja, weet je wel, dan ben je natuurlijk gewoon vernietigd. Ik ben gewoon vernietigd. Dus toen dacht ik echt van grote mensen, meiden als de pest. Meiden als de pest. Weet je wel? Maar heb je echt het gevoel dat je kapot bent gemaakt? Ja, ik was toen wel. Ja, ik heb het uiteindelijk gered, weet je wel. Maar het was niet te danken aan dat soort figuren. Nee. Nee. Maar je kunt en ik weet ook nog heel goed, Rick. Ik ben toen uiteindelijk terechtgekomen na militaire dienst ging studeren bij een hospitaal, mevrouw van der Valk. En ik heb toen. Ik ben toen meer dan een jaar lang niet meer buiten geweest. Ik heb echt meer dan een jaar thuis op een kamer gezeten. Ja, ik ging niet meer buiten. Gewoon angst om. Ja, ik kon mensen niet meer onder ogen komen. Omdat je bang was om gekwetst te worden? Of om... Nou, ik was gewoon uitgeteld. Ik was aan het eind van mijn geestelijk Latijn. Mijn Latijn was sowieso niet zo erg goed, ja. Als HBS-leerling. Maar geest was ik aan het eind van mijn Latijn, weet je. Het was gewoon, voor mij was het verhaal over. Ja, ik heb het eigenlijk gered, weet je.